we hebben een ingang daar zit. Oh, daaronder. Hier. Nee, dat is weer. Ja, hier. Schalke 04 en de ATA. We gaan met die bal naartoe. Het is wel een beetje een oudere voetballer, hè? Een beetje een boek hebben al. Blauw-wit zit onze vader. Blauw-wit is onze kleur. Die geel-zwarte, of het nu een arm of die Dortmund is, die willen wij niet. Ben jullie er wie is? Wie is dat? Roy? Wat voor Roy? En nou zien dat je dans. Wie is dat? Danny! Niet? Wie is dat? Danny! Of Danny? Dat is de neef. Meneer Danny? Helemaal. Ja. Danny Zangers! Wil Tom van Als die ballen weer opruimen? Jongens, de rood van 11, de jeugd die mag ze hebben. Kun je Mark een fijn met een huis nemen? Ik denk hij is het beste bij Bron mag thuis hebben. Of bij Krabbe. De ballen die zijn weg. En Danny heeft al die proclamatie heeft al gepakt voor zijn prins. Maar we gaan toch eerst even de heren de passende kleding even aantrekken. En er wordt al een beetje. Ja, dat kan ik. En er wordt al een beetje getwitterd of niet? Ik heb een bel gehoord, die jongens niet te laat, maar. Ik wil hem nog wel vast om te feliciteren, maar ik wil van de werk een vliegtuig mis hebben. Maar ze zijn er wel aangekomen. Moet je daar één mis hebben? Nou, dat gebeurt niet één keer in mijn leven, hè. Goed. Danny, ik zal hem even vasthouden. En dan kunnen de hofdames, kunnen jullie even de viziers van hem hangen. Roy is de prins. Ik zou zeggen, draai hem even in. Voor even met het gezicht naar de zaal toe staan.
op de gruin gekocht. Hij is van de eerste geweest, ja. Dat klopt. Maar hij noemt van de jongen wel met Jan de Voer overleg, maar dat is een tweede keer met te pakken. Dat is gewoon niet een keer weg. Geen niks overleg. Van buiten maar. Hier weer de proclamatie. Prins Roy, ja, daar moet je bij om, dus het kan heel duur worden. Oh, ja, ik doe het. Polly, ik weet niet of je al in de zaal bent, maar we bewaren hem wel. Beste Timkes en Timmekers, wij benoemen bij de gratie van Kanaal Verenigde Timp om in het jaar 2012 als Prins en Adjudant te regeren over het Timperdorp, verklaren we hierbij het volgende. Het voetpad uit veiligheid. Naar school, dat was je al in een mumfartier rond. Maar ja, dat kost je ook niemand een stukje grond. Het plan fietspad. Vult dan waarschijnlijk ook wel in puin. Maar de veiligheid voor de kinderen is goed. Maar ja, die kosten van een stukje tuin. De familie Reyes stond er dit jaar ook weer fleurig op. De een heeft een peert als huisdier en de andere zet met andermans pk's de vlasakker op de kop. Dus kinderen, is Mike met de auto op straat, ga het wandelen met de diertjes dan maar staken. Anders kan dat beestje ook nog wel eens via het dak van een hond in de tuin geraken. Tegen wil en dank van medeburgers ging het 1 januari toch weer deur. Mechelen, ons dorpje, stond weer op de kaart. Ze kwamen er allemaal weer voor. Zowel bij de voet als ook bij de kiewiet en stonden ze in de rij. Zo zie je maar weer, ook zonder rechtszaken in de buurt, word je heel erg blij. Jan de Voet heeft de zaak overgedragen aan de kinderen. Zal het gebriggel dan ook eindelijk verminderen? Roel zegt, pa, ik pak het met beide handen aan. Maar eerst komt er wel restaurant op het logo te staan. Ook het concours in september was wederom een geslaagd feest. Goed om te zien dat er tussen blauw-wit en groen weer samenwerking is geweest. Hieruit blijkt dan wel, wie goed is, dorpsgezind, uiteindelijk samen wint. Bij Jaki is Jos Hakvoort de man die de nieuwe medewerkers in moet leren. Jos, oh wacht even, Jos, ja, de steerde, de blauw-wit erdoor. Zullen we even opnieuw doen. Bij Jaki is Jos Hakvoort de man die de nieuwe medewerkers in moet leren. De directie denkt, als ze dat overleven, kunnen wij daar nog jarenlang opteren. Staat Josje dan weer op te scheppen in de kantine over zijn vlijt en ijver? Loopt ondertussen zijn bus wel achterwaarts in de vijver. De OZB ging omhoog zoals we jaren geleden op onze carnavalswagen al hadden verspild. Achteraf was dat niet nodig, want er was er toch genoeg geld. De gemeente is verpleegd als een hond met 7 lullen. Ik kan me niet onder kunnen chillen en kunnen dus zich even hun eigen potjes vullen. Hopende dat deze uitgaven door ons allen worden geaccepteerd en dat niet de volgende generatie met onze lasten worden geconfronteerd. Dat de boeren zijn gestopt met klagen, zadelt ons ook nog op met enkele vragen. Met al die fratsen en robots in de schuur, liggen ze nog achter de gebreide box tot 's morgens 10 uur. De woningbouw ligt dan misschien ook wel op de kont, maar de megaschuren schieten als paddenstoelen uit de grond. De medische wereld hebben ook nog een mooie uitdaging te gaan. Naar Nolen en Diëten moet bij mooi mooi het bukje eraan. Als we hem straks dan nog maar wel herkennen, want mooi mooi een sprietje is voor ons ook wel even wennen. De jeugd afzeiken heeft geen enkele zin, maar zit daar ook daadwerkelijk wel wat in. Ze worden opgevoed door een oudere generatie. En dat is zeker geen prestatie. Tegen de jeugd zeggen wij, doe niet alles zoals de jeugd van vroeger uur. Met drank op in een auto is gevaarlijk en heel erg duur. Dan wil ik nog even zeggen, Wolle. Ons motto voor dit jaar, crisis is het overal, behalve hier met carnaval.